Scène 64a, take 9. En 8. De parkeerplaats bij landgoed Eikenburg in Eindhoven is omgetoverd tot filmset. 98% van de film wordt in Brabant opgenomen. En dat is niet voor niets. De film is namelijk grotendeels gesponsord door Brabanders. Zowel particulieren als bedrijven. Die dachten, nou, dit moeten wij stimuleren. Dat er meer films gemaakt worden in Brabant. Dus dat hebben jullie allemaal heel goed gedaan. Daar zijn we jullie allemaal heel erg dankbaar voor. Mike Weert speelt de hoofdrol en Frank Lammers regisseert de film. Beide sprokkelden 150.000 euro bij elkaar. 150.000 euro, maar dat komt misschien ook door zo'n dure regisseur. Ja, in principe eigenlijk deze hele film, bijna het hele budget gaat helemaal op aan Frank. Dus waar kan je het nou beter aan uitgeven dan aan mij? Ik moet zien dat jij die zin van hem incasseert. Hij zegt, Frankie says I fuck anything that moves. En het gek. Precies. Dit soort taferelen, die kosten gewoon heel veel geld. En dat moet je de hele dag huren en heel veel mensen op de set, dat hebben jullie nu gezien. En dat moet je heel vaak overdoen. De film Of ik gek ben is gebaseerd op het boek van Michiel Strooijer. Het gaat over een kunstenaar die plots in een TBS-kliniek belandt. Het is heel pittig, ja. Ja, het is echt door alle lagen van de emoties. Het is nu nog steeds te veel één ding. Dus variëren. Maar krijg je zin om dan zelf te gaan acteren? Ja, soms jeukt het wel. Dat je denkt, nee, het moet anders. En zo moet het. Soms is het heel veel eisend. Dan maken we ook een beetje ruzie. Maar dat is goed. Kunst ontstaat altijd door een beetje wrijving. Geen glans zonder wrijving, zeggen ze altijd, toch? Brabantse filmliefhebbers moeten nog even geduld hebben. De film moet begin volgend jaar klaar zijn.